Goedenavond allemaal. Nou, waar zijn we? In het prachtige, zwolle, vesting. Is het een vesting? Ik zal zeggen, een geweldig mooi theehuis. En wie zitten daar? De Peppibusjes. Vroeger was dit een klooster. Kijk. Ja, dat klopt ook, want de praatplaats zit hier. Maar terug naar het carnaval. Up. Oh, sorry. Goed, we zijn bij de Peppibusjes. Deze mensen gaan af. En dan ben ik natuurlijk altijd. Ho, even. Nee, de Peppibusjes gaan niet af. Ik ben nog niet uitgesproken. De hoogheid gaat af. Neem ik help je gewoon. Oké, de hoogheid gaat af. De hoogheid met twee prinsessen of twee adjudantes. Die adjudantes zitten heel verhaal achter. De laatste jaren was het een hoogheid, prinses of ze waren adjudant. Nu ben ik heel erg benieuwd wat het vanavond gaat worden. Krijgen ze een nieuwe hoogheid of is het misschien weer een van de twee dames, adjudanten? Ik zeg prins Leon. Jij zegt prins Leon? Ja. Ik laat me even verrassen. Maar goed, we zitten hier bij de Agnietenberg, de theehuis. Prachtige locatie. En ja, ik stel eigenlijk voor het om even naar binnen toe te gaan, even genieten van een heerlijke kopje thee. Ja, maar even wat anders. Nou, vertel. Waar is jouw steun naartoe verlaat? Ja, nou, wat denk je? De Batse. Waar is de Batse? Batse, dat is ook weer een verhaal apart. Die had vanmiddag een uitnodiging gehad van de hoogheid van de Tonnezotters. En de hoogheid, de prinses, die vroeg of Batse in tenue, in officieel ornaat kon komen. Zonder met mij te overleggen, heeft hij met jou een dealtje gemaakt. Nee, ik heb gewoon wat gezegd. Hij heeft wat gezegd. Er is een deal gemaakt. En het deal was, als hij in ornaat zou komen vanavond, dan wordt de bus gewassen. Als tegenprestatie. Als tegenprestatie. Door? Door de hoogheid en adjudant. Hoogheden, ze hebben er twee. Ja, twee hoogheden. Er komt van alles gestroppeld. Kijk dat. Kijk, nou, hebben we het over de duivel? Het over de duvel. Je had er niet over mee, hè, cowboy Billy. Het over de duvel, maar dat is nog veel erger. Ik zou je vertellen, ik heb echt de hoed op gedaan. Ik ben stront verkouden. De hele dag is het gammel, beroerd, een beetje tegen de koorts aan, dus kijk uit. Ik ga je niet kussen. Nee, loop je morgen ook nog te hoesten en poetsen. Ik moet morgen aan het werk, hè? Jij mag aan het werk. Want jij bent morgen druk, hè? Ik ben morgen druk. Hij is man van de munties. En overmorgen ook nog. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ik stel voor om naar binnen toe te gaan, want het kan dan weer iets te druppelen. Ja, binnen is gezellig. Bad is buiten. Ja, we gaan het zien. Nou, dus, ik blijf hier wel weer. Het lijkt me verstandig om even een rondje te maken. Gaan we? Onder genot van een lekker pakje koffie. Gaan we door. Ga je helemaal niet zien. Daar gaan heel de zon.
naar de Alpen, de auto zit weer vol. Met al je vrienden, een paar dagen feesten en een beetje alcohol. Zijn we aangekomen? Mee rond, hè? Ik ben deze afgesproken. Maakt me helemaal niks uit. Ja. Wacht, ik heb langsloos. Het is een tweetal. Zou het een hoogheid en een president zijn? Volgens mij hebben we nog een prinses en een president. Zetten jullie een manier? Ik ga tussen jullie instaan. En ik ga jullie maar eens wat vragen, want het wordt nu wel heel erg stil in de zaal. En volgens mij is dit niet wat bijna iedereen verwacht had. Zegt u maar. Zou die misschien achter het gordijn staan? Mag ik jullie vragen om het gordijn aan de kant te doen? Mag ik jou vragen om de steen te overhandigen? Ja, en dan? We zijn begonnen. Nou, we staan even lekker buiten te genieten. De nieuwe hoogheid van de Pepperbusjes is bekend. Nou, Leonios. Leonisos. De eerste. De eerste. Met Amsterdam, Namco en Pony. Ja. Nou, is het geweldig of niet? Maar jij bent trots. Ik ben zeker trots. Waarom ben je trots? Mijn moeder is Amsterdam Pony. Kijk, gefeliciteerd. Papa. Kijk, wat wil je nog meer? Het is de vader van mijn beste vriendin, waar ik ook naast heb gestaan met adjudant zijn bij de IP-bus. Hartstikke mooi. Hoe trots wil ik zijn? Ja, wist je het? Toch wat, leuk? Wat heel goed. Nee, nou hoeven we niet. Nee, je kan ook wel verrassing zijn. Ja, zeker. Ja. Nee, ik wist het wel. Oké, hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Het wordt een heel druk seizoen voor jullie. Ja, voor mijn moeder, niet voor mij. Ja, maar, nou ja, goed. Je bent, ja, je bent zeker. Toch een aanhoudsel van, toch? Ja. Nou, lieve mensen. Ho, Sibrand, er is nog wat speciaals. Hebben deze hoogheid. Hoor je het op de achtergrond nog? De muziek. Deze hoogheid heeft een eigen lied. Deze hoogheid heeft een eigen lied. Ingezongen door. Ja. Reinie Vechter, waar ik fan van ben. Dat wist ik zelf niet, hoor. Dat ik dat nummer had. Ja. En dan kan je nagaan dat jij daar mij op aansprak. En dat
vergeet ik er nog bijna. Ik ben zo enthousiast. Ja, moeder, had je dan eens gehoord. Maar inderdaad, wat doen we er verder mee met de muziek? Helemaal niks, maar we hebben een mooie vervanger voor Bats. Bats, ga eens weg. Hij is jaloers. Ga er zin bij staan, jongen. Kijk. Meneer, hij is ook hier even buiten. Hè. Kom even gezellig bij staan. Hallo. Ik mag niet meer meedoen. Laat maar, jongens. De camera is niet meer scherp.